Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag 14 juni en ik heb vandaag een vlog voor jullie. Het is vandaag de eerste dag hier in Tunesië en het is nu iets van 9:15 of zo. We waren allebei al best wel vroeg wakker. Er is hier trouwens nog geen airco, dat is pas over 2 dagen. Maar het was hier gisteren 44 graden, dus het was hier in de kamer bloedheet. Dus ik heb echt heel erg slecht geslapen en het kussen lag helemaal niet lekker. En nu ben ik heel erg moe en ik heb jeuk in mijn neus en in mijn ogen. Ik ben mijn hooikoorts dingen vergeten, dus het gaat lekker. Maar we staan nu op het punt om weg te gaan, want we gaan lekker even eten. En daarna krijgen we van die instructies over hoe dit hotel nou precies werkt. En dat vertelt dan een of andere vrouw van Neckerman. En het is best wel bewolkt nu, maar dat hadden ze ook opgegeven. Maar de temperatuur is wel heel erg lekker. Ik draag nu gewoon een blauw hemdje en deze korte broek, want we gaan toch alleen maar eten. Ik loop nu buiten naar het restaurant toe en dat is echt wel iets van 7 minuten lopen of zo. Want wij hebben zo'n plekje helemaal bij het strand. Als je de vlog van gisteren hebt gezien, dan had ik dat verteld. En ik heb trouwens nog geen 1 keer wifi gehad. Dus ik hoop dat ik nu wel wifi vind, want ik wil wifi. En ik heb bijna niks, want ik lust helemaal niks. Er ligt al bijna niks hier. Het is echt heel weinig. Stom. Het is een stom hotel. Tot nu toe vind ik het vreselijk. Geen goede indruk. Ik heb yoghurt die in super kleine pakjes kan. 1 lepeltje. Thee, een ei en een croissant. En een of andere watermeloen die op de grond was gevallen. Dus, ik heb nu dus een bord vol yoghurt gepakt. Terwijl dat gewoon een eetbord is zoals dit en dit en dit. Maar ik ga niet elke keer een eetlepel met dit pakken natuurlijk. Dus ik heb nu yoghurt, anders eet ik veel te weinig. Maar er ligt niks anders. Ik heb trouwens 5 verschillende muesli's door elkaar gegooid. Omdat ik denk dat het anders niet te eten is. Echt, dit is van mij. Hoi. Het staat opeens bij onze tafel. Papa zegt, wat voel ik nou aan mijn broek? Hoi. Hallo. Hola. Bonjour. Bonjour. Oh, wat ze zijn echt heel knap. Nou, we zijn weer terug in de kamer. En oh my god, ik had dus eindelijk wifi. Want ik had heel de tijd dus geen wifi. En opeens was hij dus verbonden toen we in zo'n bijeenkomst zaten. Want er was zo'n vrouw. En die gaf ons een beetje uitleg over dit hotel en zo. En ik heb helemaal niet opgelet. Want opeens was ik dus wifi. Nou, jullie weten wel wat het eerste was wat ik doe. Natuurlijk naar YouTube gaan. En toen zag ik dat ik gewoon meer dan 7000 abonnees had. Terwijl ik gisteravond had ik er nog maar 6000 zoveel. Ik heb er nu al gewoon weer 100 meer in een halve dag. Dus dat is echt bizar. En nu ben ik zo blij. Ik heb het natuurlijk gelijk op Insta gezet en zo. Dus yes.
En er staan nog heel veel wolken buiten. Maar ja, de temperatuur is wel aardig. En gelukkig wordt het morgen wel weer lekkerder weer. We gaan nu even ons insmeren en even onze bikini aandoen. Tenminste, ik mijn bikini, papa zwembroek. En daarna gaan we gezellig naar het strand. En dan neem ik jullie lekker mee. Papa en ik zijn nu onderweg naar de zee. En we horen de zee al. Ik weet alleen niet waar die is, maar ik hoor hem wel. Ik voel ook de wind gelijk. Quit your name dropping. You act the same as all these lames, but you hate on him. Think you got game, it's such a shame. Cause you're fake, don't have money in the bank. Drop the front, you don't know fame. Wake up, no one knows your name. You can stop, but you won't and we all know it. And your reputation shows it, cut the shit. Cause while you're fronting, I'll be flexing. I'll be sipping on the best, sipping on the best, sipping on the best white wine. En we hadden het echt heel snel gevonden. En we zien nu al allemaal van die mensen met paarden en met dekens. Want die proberen ons wat te verkopen. De vorige keer dat ik in Tunesië was, had ik er ook al last van. Dan staan ze met allemaal dingen om te verkopen en zo. En of je op een kameel wil. En er staan echt super veel golven. Ik heb heel veel zin in het zwemmen. Jij, paps? Nee. Nee? Ik heb net hier een smeer tussen. Nou, en ik heb wel zin om te zwemmen, hoor. Ja, maar doe ik vanmiddag. Nee. Ja, anders had je beter niet in de smeer heen. Ik ga nu even in mijn eentje de zeetemperatuur voelen, want papa wil niet mee. Ik ben alleen bang dat er allemaal mensen naar me toe komen van wil je op een kameel rijden of zo, want dat gebeurt net dus ook al. Oeh, koud! Oh god. Terug gaan liggen op de handdoek, want het was bij mij een beetje te koud, maar ik ga straks wel aan de zee als papa meegaat, want alleen vind ik het toch saai. Maar er staan in ieder geval wel heel veel golven. Papa en ik zijn net even gezellig samen in de zee geweest en we liggen nu weer lekker op de handdoek. Het is echt heel erg lekker weer en nu hou ik het tenminste wel vol, want ik hield het helemaal niet vol om te liggen. Elke keer stond ik maar weer op, omdat ik, ja, als ik het warm heb, kan ik niet blijven liggen. En ja, nu het is wel. En die vrouw die voor me ligt, denk echt van hou je kop of zo, want ze kijkt me heel boos aan. Lekker buiten te eten. Tenminste, we hebben nog geen eten. Maar ja, zoals jullie zien, iedereen gaat nu eten pakken. Maar wij wachten gewoon rustig even tot iedereen weer weg is. En dan kunnen we op ons gemakje even wat eten halen. Lekker soepje en lekker veel fruit. En papa heeft ook soep. Het is tenminste meer eten als in de ochtend. Want in de ochtend vond ik het niet lekker, maar dit wel. Ik heb nu dit. Ik heb wat tomaten met feta volgens mij. En dit is een, even denken, een courgette. En daar zit van alles in. En wat rijst en rundvlees en wortel en macaroni en verder nog iets wat ik niet weet wat het is. Ik had zo'n zwembroek ding op het bed gepakt. Papa zo, zullen die mensen dan niet denken, joh, het zijn allemaal mannen die hier werken. Maar ik heb dus eventjes MAC lipstift op, want daar heb ik zin in. Kijk. MAC please me, of please me. Ik bedoel, pink plate, kijk.
Vind ik een heel mooi leuk kleurtje. We gaan nu weer richting de zee. Want dat vind ik gewoon heerlijk. En anders hou ik het niet uit. En het is hier zo mooi. En we hebben net lekker gegeten. Op een stoel bij het strand. Alleen ik ben nu al verbrand bij mijn hals. Ik heb me serieus heel de tijd met 50 ingesmeerd. Dat doe ik normaal nooit. En ik denk, nou, ik ga nu een keer heel goed insmeren. Maar het helpt dus voor geen reden meter. Het is hier helemaal rood. En voor de rest ben ik gewoon al best wel bruin. Alleen, ja, mijn hals en mijn hoofd wordt altijd rood. En mijn benen en mijn buik wordt altijd hartstikke bruin. Dat vind ik echt super stom. Ik heb het liever andersom. En ik heb net even ons flesje water laten vullen. En we lopen nu naar de glijbanen. En ik ga even van een paar glijbanen af. En daarna gaan we weer naar het strand. En daarna gaan we een ijsje halen. Maar dat duurt nog een half uur voordat er ijsjes zijn. Dus ik zal jullie nu even de glijbanen laten zien. Niet echt bijzonder of zo, maar... in zo'n babybeker weer. Echt raar. En papa ook. En papa is even pannenkoeken halen. En nu hebben we dus die pannenkoeken. We zijn alweer even in de kamer. Papa en ik hebben net allebei even apart gedoucht. En we hebben ons even aangekleed en ingesmeerd met after sun en zo. En dan gaan we zo lekker even eten in het restaurant. Ik draag vandaag deze stippeling blush. Of blush? Zeg ik nou blush? Ik bedoel blouse van H&M. En deze rok van de... Of skirt van de Lola Primark. En deze... Adidasjes. Ik zit nu dus even in de lobbybar, want we hoorden opeens dat we om 7 uur pas kunnen eten. En het is nu even kijken, het is nu 7:15. Maar oh my god, ik heb nu alweer 7167 abonnees. Gewoon al bijna 100 meer als vanochtend. Ik kan het echt niet geloven, het gaat zo snel. En ik had zo na mijn laatste video, ben ik even aan het kijken van die, ik ben op vakantie en voor alle lieve reacties en respect. En die heeft gewoon 260 likes nu en 0 unlikes. Ik heb nog niet eens op Insta gezet dat die online staat, dus wow, dit gaat echt zo snel en ik vind het zo leuk. Ik ga nu even deze video afkijken, want toen ik hem had bewerkt had ik nog niet eens gekeken of het wel goed was, omdat hij gewoon online moest komen vandaag. En ik had helemaal geen tijd meer dus om te kijken, omdat ik zo snel toen weg moest gisteren. Maar verder ga ik nog even op WhatsApp en Snapchat en zo en Insta, echt helemaal leuk. Nou, papa en ik zitten lekker in het restaurant en we hebben allebei wat eten. Ik heb spaghetti met een broodje en papa heeft volgens mij couscous of zo. Maar ik wilde eigenlijk wel wat anders, maar er stond zo'n ongelofelijke lange rij dat ik dacht, nou, ik ga maar even naar de spaghetti, want daar stond niemand. Ik heb nu dit. Dit is macaroni met kaas en zo. En dit is koude macaroni. Dit is een of andere Turkse specialiteit. Witte bonen, kip. En hier ligt nog een ei. Ik heb nu van die herten, of herten, ik bedoel, ik heb nu tonijnbiefstuk. En dit is een of andere Turks gerecht. Ja, inderdaad Turks. Ik dacht ook Tunesisch, maar dit is dus Turks.
met kip en zo. En dan heeft papa heeft hetzelfde. Er stond dus turkey, dus wij zo. Oké, dat is Turks gerecht. Weet je wat het is? Het is kalkoen. Oh, ik verslik me bijna. Oké, papa en ik zijn heel dom. Papa zei ja, dat is eigenlijk een kalkoen vertaald. Ja, nou had hij nog gelijk ook. Ik heb nu wat toetjes, chocoladepudding, brownie, chocola, appeltaart, nog iets. Pruimen en meloen. Papa en ik zijn nu weer op weg naar de kamer. Want we waren dus net in die lobbybar gezeten om dus wifi te hebben voor onze computer en zo. Nou, op een MacBook deed hij het dus mooi niet. Dus ik ben blij dat ik die video's heb ingepland van tevoren. Anders kwam er deze week echt helemaal niks online. En nu dan één film. Verder moest ik iets van 3 kwartier wachten tot de wifi het eindelijk op mij... Oeh, een kat. Oh god. Kijk. Ach, liefie. Ik stapte bijna op die kat. Papa, kijk. Schattig. Papa. Ah. Wil je hem aaien? Nee. Oei. En ik ben ook nog eens gestoken door muggen op mijn been. Dus gaat lekker hier. Ik vind het echt stom. Mijn hele been jeuk, man. Ik was vandaag in de zee gestoken, gisteren in de bus en nou weer. Ondertussen liggen we weer lekker in de kamer. En we gaan straks even ons pyjama doen en tanden poetsen. En dan gaan we lekker slapen. Ik vond vandaag een hele leuke dag. Ondanks dat we hier bijna niks doen, vind ik het toch heel erg lekker om lekker te zwemmen en te zonnen en zo. Jullie krijgen er niet heel erg veel van mee of zo. Maar ik geniet er wel heel erg veel van. In de ochtend vond ik het eten een beetje tegenvallen. Maar in de middag en in de avond vond ik het hartstikke lekker. Vooral in de middag vond ik het eten heel erg lekker. Dus dat is dan wel weer fijn. Het enige nadeel vind ik dat we nu op de kamer geen airco hebben, pas over een paar dagen. Dus het is hier bloedje heet. En mijn hele been zit vol met muggenbulten. Dus ik zit de hele tijd te krabben. Met muggenbulten jeuken zo ongelooflijk erg. Ik hoop dat ondanks dat we hier niet heel erg veel doen, jullie de vlog toch leuk vonden om naar te kijken. Doe vooral een duimpje omhoog als je zin hebt in de vlog die morgen online komt. Ik hoop natuurlijk dat je de volgende vlogs ook weer komt kijken. Nou, hopelijk tot in de vlog van morgen. Doei! No, I'm stuck in a maze, I can't seem to get out. No escaping this phase, I'm afraid of the change. I keep letting me down, no. I don't know how you keep me doing what you